Op 29 maart 2016 nemen de Rode Duivels het in een oefeninterland op tegen Portugal. Op de persconferentie vooraf heeft toenmalig bondscoach Mark Wilmots een stevige verrassing in petto in verband met zijn selectie voor het EK. De bondscoach Mark Wilmots heeft bekendgemaakt welke 23 spelers hij oproept. Bij de doelmannen valt op dat Jean-François Gillet erbij is en niet Koen Kasteels of Mats Cels. Dat zijn mijn drie keeper voor het toernooi. Alleen als een kwetsuur komt, is dat misschien dat anders. Ik weet dat Mats Cels en Koen Kasteels zijn daar. Na de EK zal dat een andere zaak zijn. Dan komen deze twee in aanmerking. Dat zullen we zien. Tot ieders verbazing weet Jean-François Gillet als eerste dat hij zeker mee mag naar het EK. In 2014 heeft hij het WK in Brazilië gemist wegens een schorsing. Maar Wilmots gunt hem een afscheid bij de Rode Duivels door de grote poort. Gillet mag dus mee naar het EK in Frankrijk als derde doelman. En dat doet de vraag rijzen, wat is eigenlijk het nut van een derde doelman? Voor Wilmots lijkt het een evidente keuze, maar journalisten en analisten stellen de keuze van de bondscoach meteen in vraag. Je moet hier niet Gillet wegduwen als een slechte keeper, want nee. Maar Cels verdient het gewoon meer. Hij wil hem dit EK nog gunnen. Na het EK zal het Cels of Kasteels zijn. Maar zou Cels slecht in de groep liggen, denk je dan? Nee. Ik denk, de derde keeper, de kans is klein dat je de derde keeper gebruikt. Dus neem je iemand mee die iets zal bijbrengen in de groep. Gillet gaat dus vooral mee omdat hij goed in de groep ligt en voor een goede sfeer zorgt. Absurde argumenten voor een selectie volgens Jan Boskamp. Om het met zijn woorden te zeggen, dat Gillet goed is voor de sfeer, dan kan je ook Pipo de Clown meenemen. Waar slaat dat nou op? Gillet stelt meteen iedereen gerust. Hij gaat niet mee als clown voor de sfeer. Zijn aanwezigheid tilt Courtois en Mignolet juist naar een hoger niveau. Maar over welke kwaliteiten moet een derde doelman dan wel beschikken? De Nederlandse sportpsycholoog Toon Damen omschrijft de ideale derde doelman als volgt. Introvert, vriendelijk en plichtsgetrouw. Sterker nog, hij moet zijn best doen, maar wel zijn plaats kennen. Pim Doesburg, de derde doelman van Nederland op het WK in 78, bevestigt deze theorie. Je moet bloedfanatiek zijn en je kunnen schikken in je rol. Je moet namelijk altijd positief blijven en vele uren op training spenderen. Doesburg stelt duidelijk dat je er type voor moet zijn. Als je als derde doelman rondloopt met een slecht humeur, heeft dat zijn weerslag op de hele groep. Doesburg spreekt Jan Boskamp dus duidelijk tegen. De derde doelman is er ook voor de sfeer in de groep. Zo wordt beweerd dat Joop Hiele, nummer 3 op het EK in 88, Nederland vanaf de ontbijttafel naar de Europese titel heeft opgezweept. Diezelfde rol had Wilmots dus in gedachten voor Jean-François Gillet. Maar heeft de derde doelman naast een mentaal nut ook een sportief nut? Voetbalfans praten nog altijd smalend over de vakantie van de derde keeper van de Rode Duivels op de Mundial van 86 in Mexico. Gilbert Bodaar zou toen een maand aan het zwembad hebben gelegen en mooi gebronzeerd terug thuisgekomen zijn. Nochtans, 4 jaar eerder in Spanje, hebben de Rode Duivels hun 3 doelmannen wel degelijk nodig. Tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije vindt namelijk deze botsing plaats tussen Jean-Marie Pfaff en Erik Gerets. Pfaff kwam er zonder blessure vanaf, maar kaapte na de wedstrijd toch de ambulance weg die voor Gerets bestemd was. Omdat de ploeg de fratsen van Pfaff beu was, gaf toenmalig bondscoach Guy Thijs in de eerste wedstrijd van de tweede groepsronde een kans aan Theo Kusters. Maar tegen Polen ging Kusters jammerlijk de mist in en kreeg hij een hattrick van Bonjic om de oren. Het was meteen de laatste keer dat Kusters mocht keepen voor de nationale ploeg. In de volgende wedstrijd, tegen de Sovjet-Unie, werd derde doelman Jacques Munaron in doel gezet. De Rode Duivels gebruikten in 82 dus 3 doelmannen over 5 wedstrijden. 3 WK-landen deden beter en gebruikten hun 3 doelmannen in 3 groepswedstrijden. De Franse bondscoach stelde in 78 Bertrand Desmann, Baratelli en Dropsy op. 4 jaar later stonden Hruška, Simon en Stromziek tussen de palen bij Tsjechoslowakije. En in 1994 mochten Minou, Admatsidis en Karkamanis het Griekse doel verdedigen. Het FIFA-reglement is trouwens heel duidelijk. Elk land moet verplicht 3 doelmannen meenemen. In 2010 probeerde Noord-Korea de aanvaller Kim Myong-won in te schrijven als derde doelman. Maar de FIFA ontmaskerde de snode plannen van de Noord-Koreanen. Resultaat? Kim Myong-won mocht enkel als doelman op het WK opdraven. Wat hij uiteraard niet deed. De absolute hoogdag voor alle derde doelmannen ter wereld is 5 juli 2014. Nederland en Costa Rica staan op die dag tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK in Brazilië. Het staat nog steeds 0-0 wanneer de Nederlandse doelman Jasper Cillessen in minuut 117 met een prachtige save uitpakt. Met de strafschoppen in zicht beschouwt iedereen dit als een perfecte boost voor zijn zelfvertrouwen. Behalve Louis van Gaal.
De bondscoach heeft op dat moment al derde doelman Tim Krul laten opwarmen om hem speciaal voor die bewuste strafschoppen in te brengen. Het blijkt een meesterzet van tactisch genie van Gaal. Penalty-specialist Krul wordt de held van de avond en pakt 2 elfmeters. Zo plaatst Nederland zich voor de halve finale. Die halve finale tegen Argentinië eindigt weer onbeslist, maar Van Gaal heeft zijn 3 wissels al opgebruikt. Derde keeper Tim Krul kan deze keer dus niet invallen. Alle hoop rust op de schouders van Jasper Cillessen, maar hij kan alleen maar lijdzaam toezien hoe de Argentijnen elke penalty voorbij hem knallen. De WK-droom van Oranje ligt aan diggelen en de sfeer in Nederland gaat onder nul. Of hoe de hoop van de natie ook van een derde doelman kan afhangen.